Welkom. Ik ga jullie vertellen over de huidige wetenschappelijke inzichten rond heupdysplasie. Heupdysplasie is iets wat vrij vaak voorkomt bij honden en het is gekend sinds men de heupen bij honden bekeek via RX. En de start hiervan was in 1931. Men zag hierbij heupen met een abnormale vorm en ze gaven dit de naam heupdysplasie. Het komt vrij veel voor. In 1966 bijvoorbeeld hadden 50% van alle Duitse herders heupdysplasie. En de reden waarom men vooral dit ras onderzocht, was omdat zij vrij vaak gebruikt werden als werkhond en dus de gezondheid economisch belangrijk was. We zien dat de symptomen van heupdysplasie optreden in twee pieken. De eerste op jonge leeftijd, waarna de last verbetert, en dan krijgen we een tweede piek op volwassen leeftijd. Bij een puppy, dus bij de geboorte, is het heupgewricht perfect gevormd. En ten gevolge van abnormale krachten die optreden na de geboorte, ontwikkelt de hond een abnormaal gewricht dat we heupdysplasie noemen. Een jonge pup heeft in de eerste maanden na zijn geboorte nog geen verbeend bekken. Dat wil dus zeggen dat het kwetsbaar is. En ook snel beïnvloedbaar door een trauma of abnormale krachten. De eerste symptomen van heupdysplasie treden meestal op rond maand 5 en 6. En deze eerste fase is de primaire gewrichtsstoornis. En dat duurt ongeveer vanaf maand 5 tot 1 jaar. Bij pups is dit niet zichtbaar op een gewone RX, omdat de afwijkingen in het kraakbeen aanwezig zijn, ook in bepaalde ligamenten en in het gewrichtskapsel. En deze structuren zijn niet zichtbaar op een RX. Na een periode waarin de klachten verbeterd zijn, zien we een secundaire fase of een tweede fase op volwassen leeftijd. En deze fase kan je vergelijken met een vorm van artrose. De eerste symptomen die optreden bij heupdysplasie zijn pijn in de achterhand. En die valt voornamelijk op wanneer de hond gaat rechtstaan of na een inspanning. De oorzaak hiervan zijn microfracturen, oftewel kleine breukjes, ter hoogte van het achterste deel van het heupgewricht. En vanaf de 9e tot 11e maand zien we de pijn verminderen en toont de hond bijna geen last meer. We zien wel dat de hond zijn achterhand minder beweeglijk is, maar dat stoort de hond eigenlijk niet terwijl hij stapt, wat ervoor zorgt dat het voor de eigenaars niet zo duidelijk zichtbaar is. Sommige van die honden hebben wel iets minder balans of iets minder evenwicht in hun achterbenen. Bij de behandeling van heupdysplasie is een vroege diagnose zeer belangrijk, maar dat wordt verder in het filmpje uitgelegd. Nu, bij welke rassen komt heupdysplasie het vaakste voor? Wel, in tegenstelling tot wat men vaak denkt, is het zeker niet zo dat het vooral voorkomt bij grote rassen. We zien dat de rassen die het meeste last hebben van heupdysplasie de bulldog, de mopshond en de bordeauxdog zijn, deze spannen de kroon. Het is zelfs zo dat bij deze honden zelfs meer dan 50% van de honden heupdysplasie hebben. Al hebben sommige rassen, zoals bijvoorbeeld de Bull Mastiff, de laatste jaren een erg positieve evolutie meegemaakt en komt heupdysplasie bij hen merkelijk minder voor dan 20 jaar geleden. Ook het Pomeriaantje staat in de top 10, dus het is zeker niet alleen bij de grote rassen dat heupdysplasie een probleem is. En als we dan kijken naar de rassen waarbij het weinig voorkomt, dan zien we dat het Italiaans windhondje op nummer 1 staat. En die top 3 deelt het met andere windhondenrassen, zoals de Whippet en de Saluki. Over het algemeen kunnen we zeggen dat windhondenrassen het erg goed doen op vlak van heupdysplasie. En de rassen die tout court weinig kans hebben op heupdysplasie zijn slank, hebben weinig onderhuidsvet en stevige heupspieren. Dus met andere woorden, dat zijn beschrijvingen die wel goed passen bij de windhonden. Rassen die snel groeien,
Daarentegen, die hebben meer kans op heupdysplasie dan andere rassen. En ook de rassen met een ronde bouw en een gedrongen bouw. Zij hebben veel onderhuids vet en minder ontwikkelde spieren in de achterpoten. Wanneer we kijken naar de bouw van de heup, dan zien we dat de heup van de hond bestaat uit een heupkop en die past in een heupkom. En dat zie je op de tekening aan de rechterzijde. Zowel op de heupkop als de heupkom heb je een laagje kraakbeen en hiertussen bevindt zich gewrichtsvocht. Samen met de spieren en de ligamenten die zich rond de heup bevinden, vangen deze de krachten op die op het heupgewricht terechtkomen. Op deze tekening zie je een gewricht met heupdysplasie. Deze tekening is een tekening bij de mens, maar er zijn zeer veel gelijkenissen tussen menselijke heupdysplasie en wat we bij de honden zien. Om de vergelijking te maken met een gezonde heup, zie je linksboven de normale situatie. Op de grote tekening zie je de beschadiging aan het kraakbeen en aan het bot die je ziet bij heupdysplasie. De heupkop past niet meer zo mooi in de heupkom en de heupkom is ook niet meer zo diep als normaal. Wat je ook ziet, is de nieuwe bot aanmaak of aanwas. Weet je nog dat de heupjes bij pups die later heupdysplasie ontwikkelen, perfect normaal zijn bij de geboorte? Wat de gevolgen van mechanische stress krijg je abnormale botgroei, wat uiteindelijk leidt tot heupdysplasie en laxiteit. En laxiteit wil zeggen dat de heupkop onvoldoende in de heupkom zit. En er is hierbij één belangrijk ligament, namelijk het ligamentum teres. En dat wordt gerokken wanneer de pup de heupjes strekt en naar binnen beweegt. Met andere woorden, tijdens het drinken. Wanneer een puppy te veel de pootjes achteruit strekt terwijl hij drinkt bij de moeder, zou dit mogelijk heupdysplasie kunnen veroorzaken. En later vertel ik je daarover meer en ook hoe we dit kunnen voorkomen. Op deze tekening zie je de verschillende spieren van de achter- en voorpoten. Links zie je de botten en de spieren van de achterhand, waarbij de bilspieren heel belangrijk zijn. Dat zijn de spieren die bovenop de heup liggen. Ik zal ze even aanduiden met een kleurtje. Dat zijn deze spieren. Rechts zie je de spieren van de voorhand en de botten van de voorhand. Spieren hebben een heel grote impact op de vorm van de botten. Om een voorbeeld te geven, een van de grote uitsteeksels op het heupbot, de grote trochanter, die wordt gevormd door de trekkracht van de grote bilspier. En aan de hand van de trekkracht die deze bilspier op het bovenbeen zet, wordt deze grote knobbel gevormd. En deze grote knobbel die bevindt zich hier. Op deze tekening zie je de spieren van de achterhand. De gluteus medius, die zich hier bevindt, is ook erg belangrijk omdat ze zorgt voor compressie en stabiliteit in de heup. Te weinig kracht in deze spier kan zorgen voor te veel lenigheid en ook een abnormale ontwikkeling van de heup. Ook deze glutei eindigt op de grote trochanter en bepaalt dus mee hoe deze zich ontwikkelt. We zien dat bepaalde rassen, zoals windhonden, greyhounds, nauwelijks heupdysplasie krijgen. En deze rassen hebben meer spiermassa dan bijvoorbeeld Duitse herders. Ze ontwikkelen dus meer kracht en snelheid, meer stabiliteit en minder laxiteit, minder lenigheid van de heup. Een belangrijke fase in de ontwikkeling van het heupgewricht is vanaf de geboorte tot dag 60. Op dag 60 is reeds 90% van het bot verbeend. Het voorkomen van laxiteit in het heupgewricht in die fase, en dus heupdysplasie, is cruciaal. We zien ook dat bij een lenig heupgewricht de problemen erger worden gemaakt wanneer de spieren veel krachten ontwikkelen.
Met andere woorden, bij snel lopen en springen. Dat er veel krachten op het heupgewricht terechtkomen, zie je op dit filmpje. De voorpoten bij een hond dragen 2/3 van het lichaamsgewicht. Dit is met andere woorden het gewicht van het hoofd en de nek. De achterpoten dragen 1/3 van het lichaamsgewicht. En dat wil zeggen dat elke heup 1/6 van het lichaamsgewicht van de hond draagt. Een verschil met de mens is dat vrijwel alle gewrichten in de benen van een hond gebogen zijn. In wetenschappelijk onderzoek heeft men gezien dat er een aantal factoren zijn die meer of minder kans geven op heupdysplasie. En wanneer we kijken naar de factoren die het risico op heupdysplasie verhogen, dan zien we onder andere een hoger geboortegewicht, een hoger gewicht op de leeftijd van 3 maanden, geboren worden in de winter, puppies die weinig grip hebben in de werpkes, dus met andere woorden waarbij er een te gladde ondergrond is. Ook puppies die te snel groeien, puppies die een lakser of leniger heupgewricht hebben, maken meer kans op heupdysplasie, net als castratie meer kans zou geven op heupdysplasie. En er speelt ook een erfelijke factor een rol. Nu, er zijn ook een aantal factoren die de kans op heupdysplasie doen verminderen. En dan denken we aan honden met een lager geboortegewicht, honden die trager groeien, puppies die in een werpkist gezeten hebben waarbij er een oneffen oppervlak was, dus met andere woorden waarbij ze een betere grip hebben wanneer ze voortbewegen. Ook honden of puppies bij wie het voedsel beperkt wordt, dus honden die niet zoveel kunnen eten als ze maar willen. Honden die oefenen op een oneffen oppervlak. En dan denk ik aan honden die proprioceptietraining doen of stabilisatietraining op puppyleeftijd. Honden die geen gewrichtslaxiteit hebben. En ook aangeleind wandelen heeft een positieve invloed. En dan vooral puppies die aangeleind wandelen tot de leeftijd van 12 maanden oud, geeft minder kans op heupdysplasie. Men ziet ook dat honden die buiten de stad geboren worden minder kans hebben op heupdysplasie. En waarschijnlijk zou dat zijn omdat die honden zich vooral in de eerste levensfase meer voortbewegen op oneffen oppervlaktes. Ook pups die geboren worden in de zomer hebben minder kans op heupdysplasie. Nu, waarom dat die geboortemaand een effect zou hebben, weet men nog niet zeker. Maar het kan te maken hebben met hormonale invloeden, maar ook met het verschil in ondergrond. Dus dat honden die in de zomer geboren worden, meer buiten gaan zijn, zich meer gaan verplaatsen op oneffen oppervlakten, dan honden die in de winter geboren zijn, die meer binnen gaan blijven.